Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren. Vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven. Zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hallo, mijn naam is Sascha Handgraaf en ik geef de les Sustainable Lifestyle op de Bewustzijnsschool in Amsterdam. Deze lessen geef ik op de woensdagmiddag van 1:30 tot 3:00 in de oneven weken. Tijdens deze lessen hebben we het erover hoe we duurzamer en bewuster kunnen leven, waarbij we rekening houden met onze impact op de aarde en de mensen om ons heen. Ik geloof namelijk dat als we echt een duurzamere en bewustere samenleving willen creëren, dit begint bij een andere denkwijze en een mindsetverandering. Want waarom doen we de dingen die we doen en kopen we de spullen die we kopen? Dit staat dan ook centraal in al mijn lessen. Naast deze lessen geef ik ook andere trainingen, workshops of gastlessen via mijn bedrijf Sustainable Inspiration, bij scholen en organisaties. Hierbij staan ook deze thema's centraal, de mindset en denkwijze voor een duurzamere samenleving. Waarom ik hierin geloof? Van jongs af aan heb ik al een grote passie voor onze aarde en alles wat daarop leeft. Na milieuwetenschappen te hebben gestudeerd, zag ik dat veel bedrijven en adviesbureaus zich focussen op de cijfers achter duurzaamheid. Hoeveel CO2-uitstoot er bijvoorbeeld is en hoe we die moeten verminderen en wat we dan allemaal moeten laten. Ik realiseerde me dat met alleen deze focus we er niet kunnen komen. We moeten juist op een andere manier naar duurzaamheid kijken. Niet vanuit cijfers, maar vanuit hoe we onze aarde zien en wat onze relatie is met de aarde waarop we leven. En vanuit die mindset kunnen we dan ook hele andere keuzes maken, in plaats van dingen allemaal niet meer mogen omdat het niet duurzaam is. Tijdens deze eerste podcast wil ik het dan ook hebben over wat duurzaamheid nu eigenlijk echt betekent. Dit is een veelgebruikt woord, wat ook in campagnes of door bedrijven die mee willen gaan in deze duurzaamheidshype wordt gebruikt. Vaak wordt het nu gebruikt als greenwashing, wat betekent dat het product nu duurzaam wordt genoemd, maar het vaak helemaal niet is of het helemaal niet duidelijk is waarom het is. Het is daarom fijn om zelf duidelijk te weten wat duurzaamheid nu betekent, zodat jij ook bewustere keuzes kunt maken. Als je echt alleen naar het woord duurzaamheid kijkt en het opzoekt in het woordenboek, betekent duurzaamheid iets wat lang meegaat, oftewel in het Engels durability. Maar ondertussen betekent het woord natuurlijk veel meer en verbinden we het woord aan de natuur, de aarde en het milieu. En dat is dan ook waar duurzaamheid voor mij in de kern om draait. Het zorg dragen voor onze aarde en alle wezens, dus ook bijvoorbeeld dieren, die daarop leven. Maar ook dat toekomstige generaties op een fijne manier op de aarde kunnen leven. Concreet gezien kun je duurzaamheid zien als de balans tussen drie P's. People, planet en profit. Oftewel in het Nederlands, mensen, de aarde. En letterlijk vertaald is profit natuurlijk winst, maar hier zien we het meer als de economie of de maatschappij. Het derde woord profit wordt ook wel eens prosperity genoemd, omdat profit over het algemeen een negatieve lading heeft bij veel mensen. Iets is echt duurzaam als deze drie P's, dus de people, de planet en de profit, perfect in balans zijn. Hier zie je dat duurzaamheid dus niet alleen iets is wat goed is voor de natuur, maar het moet ook werken in onze maatschappij en het is ook belangrijk dat het goed is voor de mensen die op de aarde leven. Dus de sociale duurzaamheid is ook heel belangrijk. Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat de mensen die jouw product hebben gemaakt ook goede lonen ontvangen. Vaak is dat nu niet zo. Eigenlijk wordt vaak de impact op het milieu of de mensen die jouw product maken nog niet of te weinig in de prijs van een product meegenomen. Bij een echt duurzaam product zou dit dus wel moeten. Ik wil je dan ook vragen om nu na te denken over of het voor jou nu duidelijk is wat duurzaamheid nu is en hoe je dit toepast in je dagelijks leven. Het is goed om te realiseren
dat niemand 100% perfect duurzaam kan leven. Als je leeft, maak je altijd een impact op de wereld en dat is helemaal oké. Maar wij zijn ondertussen als maatschappij een beetje verloren wat onze impact is. En doen en laten daarbij alles zonder hierover na te denken. En daar wil ik graag wat aan veranderen. En daarvoor wil ik je ook 2 tips meegeven. De eerste tip is: we kopen vaak producten waarvan we geen idee hebben over waar en hoe en door wie ze zijn gemaakt. Een eerste stap hierin is dus bewust te worden van hoe en waar jouw producten worden gemaakt. Snap je de verpakking van de producten die je koopt? Kun je een verpakking vinden waar dit wel duidelijk op staat? Er zijn namelijk steeds meer bedrijven die transparant communiceren over hun product. En als consument is het natuurlijk heel fijn. Stel hierbij nog meer vragen aan de producent. Zorg dat de productieketen van het product weer zichtbaar en transparant wordt en laat zien dat jij als consument dit ook belangrijk vindt. Dit kun je bijvoorbeeld doen door producten te kiezen die wel deze transparantie laten zien. Een voorbeeld is bijvoorbeeld voor koffie en chocola, waar nu af en toe door bepaalde merken te zien is waar en door wie het product verbouwd is. Als er bijvoorbeeld de woorden single origin op de verpakking staat, kun je daar vaak meer over lezen en dan weten ze waar de koffiebonen in dit geval vandaan komen. Vaak is dit bij veel andere producten nog niet zo. Als tweede tip wil ik je vragen na te denken over de dingen die je doet en koopt. Als je iets wil kopen of doen, kun je jezelf de volgende vragen afstellen. Heb ik het product eigenlijk wel nodig? Is het voor mij belangrijk om dit nu te doen? Koop ik het omdat ik er blij van word? Of omdat ik het echt nodig heb? Vaak gaan we namelijk winkelen omdat het ons een blij gevoel geeft, in plaats van dat we echt iets nieuws nodig hebben. Kunnen we dat blije gevoel misschien ook ergens anders vandaan halen? Moet dat per se van nieuwe spullen? Kun je bijvoorbeeld ook gewoon iets leuks gaan doen met iemand? Als je wel zin hebt om iets nieuws te kopen, kun je bijvoorbeeld ook wel eens naar je kledingkast kijken. Probeer nieuwe setjes te creëren met de dingen die je al hebt. En soms zie je zelfs weer kledingstukken waarvan je niet eens wist dat je ze nog had. Het kan dus heel waardevol zijn om weer eerst te kijken wat je allemaal nog hebt, voordat je iets nieuws gaat kopen. Je kunt ook kijken of je tweedehands kan vinden. Kleding, maar zelfs ook elektronica, kun je best tweedehands kopen. Zo heb ik bijvoorbeeld een hele goede muis voor mijn computer gehaald bij de kringloopwinkel. Is het kapot? Dan kun je het misschien ook laten repareren. Vaak zijn we het heel erg gewend om als iets kapot is dan meteen iets nieuws te kopen. Maar om dat patroon te doorbreken kunnen we vaker navragen of we het misschien ook kunnen of laten repareren. Als je het zelf niet kunt maken, kun je ook bijvoorbeeld naar een repaircafé. Als je googelt op repaircafé in je omgeving, vind je zeker vaak in de grotere steden een aantal repaircafés. Dit zijn cafés waar je een kopje koffie of thee kunt drinken en tegelijkertijd een product kunt laten maken. Zo ook om de circulariteit van de producten te verbeteren. En als laatste kun je het ook nadenken of je een product niet kan delen of lenen met iemand. Je kunt bijvoorbeeld als je een auto weinig gebruikt, een auto met een groep mensen delen. Of een boor die je maar een paar keer per jaar gebruikt, kun je heel goed via een platform regelen bij iemand uit de buurt. Of natuurlijk gewoon bij een bedrijf huren. Het gaat hier niet om dat je nooit meer iets nieuws mag kopen of dat je geen andere niet duurzame keuzes meer mag maken. Het gaat erom dat je je bewustzijn vergroot over de verborgen impact van de dingen die je koopt en hoe je deze keuzes maakt. Maar ook dat er vaak dus veel andere opties zijn waar we vaak niet eens over nadenken of omdat we niet gewend zijn om daarover na te denken. Uiteindelijk draait het hierbij om dat we ons veel bewuster worden van wat de aarde voor ons betekent. Dat we de aarde nodig hebben en dat het dus best normaal en oké is om wat vaker stil te staan bij wat onze impact als mens hierop is. De aarde mag best een grotere rol in ons leven spelen. De aarde is immers hetgene waarop we leven en wat ons eten geeft en voeding.
En eigenlijk alles wat we nu doen en laten, vergeten we eigenlijk die rol die de aarde daarin speelt. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Wil je hier graag verder met mij over praten? Je bent welkom bij een van mijn lessen bij de Bewustzijnsschool. Voor andere tips kun je mij ook volgen via Instagram. Dit is via @sustainable.inspiration. Of via mijn Facebookpagina genaamd Sustainable Inspiration. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.